It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester en welkom bij een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie op de Next Generation natuurlijk een 60 fps gameplay, want het is de allereerste PS4 gameplay die ik met mijn HD 60 opneem. Zoals jullie zien heb ik hier ook nog een tasje liggen die je erbij hebt gekregen. Maar mijn PlayStation 3 gameplay zullen vanaf binnenkort, of vanaf gisteren eigenlijk al, ook 60 fps zijn. Dus dat is natuurlijk mooi. Maar we gaan natuurlijk kijken wat we vandaag in advance wat we kunnen gaan doen. We gaan spelen met, laten we maar gaan spelen met de HBR3, daar heb ik wel even zin in. Dus, als je deze kwaliteit natuurlijk nou even sick vindt, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Dat helpt me natuurlijk enorm. Mijn aim is wel heel erg slecht de laatste tijd. Maar we gaan natuurlijk kijken gewoon om, we gaan gewoon proberen een chill potje neer te zetten. Daar is al mooi 2 kills binnen. En dan gaan we kijken of we even onze streepjes kunnen gaan halen. Zo, ik heb hier echt geluk. Zo, je wil niet weten hoeveel geluk ik daar heb gehad, zeg. Holy. Als het goed is zijn de enemies doorgepusht. Durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. In mijn rug. In mijn andere rug. Ik weet even niet waar ze zitten, hoor. Oh, fuck you, teammate. In mijn rug, teammate! Oh, team, andere teammate, zo. Ik snap dat het verwarrend is, maar mijn andere teammate had hem al. Let's go, supply drop is binnen. Die maken we na het potje even open als ik eraan denk. Oh shit, hij zat daar. Wow, ik ging 6-0 al. Jammer dat we daar dood zijn gegaan. Ik moest nog één keer, of ja, ik moest nog één keer voor mijn UAV. Dat is dan weer lekker. Niet dus. Maar ja. We hebben nog tijd om hem te halen. Zo, jij bent even vies geturnd, man. Wat een noob was dat. Wat doen deze enemies, jongens? En als ik dat zeg, ga ik natuurlijk dood. Dat is de Call of Duty logica. Maar ja, we hadden daar twee mensen eventjes hard gepakt. In mijn rug. Ja, dat kon ik verwachten, dat hij daar zat te campen. Het was iemand die staat AFK. En die ging opeens weer lopen dus. Maar ja, teammate staat daar. Hij is dood. Mooi zo, teammate. Ik ga hier omhoog. Natuurlijk, ik kan echt niet wachten op Call of Duty Black Ops 3. Ook omdat ik 60 fps voor jullie te gaan. Oh my god, mijn teammate is dood gegaan daar. Wat een noob. Maar om natuurlijk voor jullie ook dat in 60 fps te uploaden. Ik moet weg hier. Ik moet weg hier. Ik blijf hangen. Jezus, deze mensen. Oh my god. Ik heb er geen woorden voor. Ik ga hem campen. Ik ga hem ook even. Wacht maar. Kijk, dit is zo'n fucking homo, hè. Met zijn kut Pytec en zijn fucking... Hoe heet dat ding? Bij Thermal Vision erop, man. Jongen, jongen, wat ben je aan het doen? Daar loopt hij. Dat is hem, dat is hem. Hij zit daar. Oh, fuck you, mate. Ja, ik ben weer dood. Zo, zo doe je dat eventjes. Springt gewoon zo'n bakkes. Maar, ik vind alles leuk en aardig, maar ik ga wel te vaak dood gewoon. Dat wil ik natuurlijk niet hebben. Daarom gaan we dat eventjes fixen. En nu hebben we zo'n kut UAV met de counter erop. Kijk, dit zijn echte camperige enemies gewoon. Oké. Fuck off, mate. Stop nou eens, man. Jongen, jongen, je capex even inkallen. Ik vind het leuk dat jullie een UAV hebben, maar ja, jullie zien me toch niet. Kom maar.
flak jacket. Nou, daar heb ik lekker veel aan. Oké, we moeten naar de andere kant van de map. Hij zag mij, maar ik zag jou eerder. We hebben nu ook UAV. Oké, snel naar de andere kant. Ik weet dat ze daar aankomen. Zo, lekker Marky boy. Even een dikke triple. En ze hebben weer een kut UAV. Lekker teammate. Oh, mijn rug. Ja, ik zie niks. Als hij die fucking counter niet had ingeroepen, dan had ik ook gezien dat hij bulljumpt achter me. Had ik hem op kunnen pakken natuurlijk. Zie je zo campen daar. Er zitten twee man. Die met die fucking thermal sight. En die andere flikker. Die ga ik even proberen te killen. Ik haat campers. Echt waar. En hij ligt er nog steeds. Hij ligt daar gewoon nog steeds. Dovi 9 of Doffie. Nee, Doffie is het. Team, ik heb even gesaved. Oké, ik ga dus zo lopen. Ik heb al een maniertje, denk ik. Gewoon in hun rug te komen. Nou ja, joh! Sta je daar te campen, joh? Gore teringleier. Zo, daar kan ik echt niet tegen dit soort mensen, jongen. Echt waar niet. Ga gewoon lekker rondrennen. Dan maak ik toch veel meer kills. Ja, please. Please, fuck off. Och, och. Dan zit hij daar. Jij bent echt de goorste tyfuslaaier ooit. Als je naar mijn video zit te kijken, echt waar. Jij bent echt een gaylord gewoon. Zo. Jongens, dat is er weer uit. In mijn rug, ja joh. Deze mensen lopen gewoon niet rond. Deze mensen lopen gewoon niet rond. Ze lopen gewoon niet rond. Dat was juist het probleem met deze enemies. Kijk, deze lopen rond. Maar ze liggen gewoon aan het eind van de map te campen. Hoe fucking erg is dat? Dan ben je toch echt wel levenloos ook gewoon, hoor. We gaan dit potje nog verliezen ook. Gewoon omdat ze niet rondrennen. Ja, ik ben de final. Ach, ach, ach. Jongens, dit is echt te erg voor de. Ik heb geen woorden voor deze mensen. Ik leg mijn controller erbij neer. Ik heb geen woorden voor deze mensen. Echt niet. Wat is mijn eindscore geworden? 27 om 18. De enemies. Je ziet wel, de campers zijn positief gegaan. De campers zijn positief gegaan. Het is echt de enige. Hoe erg is dit gewoon? Dit is toch gewoon COD community verneukend. Nu snap ik waarom de COD community qua spelers gewoon naar de klote is. Echt waar. Is niet te geloven. Maar jongens, mocht je genoten hebben van deze video, laat je blauwe duimpje natuurlijk omhoog achter. En hoop jullie hebben het gezien bij de video van morgen. Laten we hopen dat we deze mensen gewoon nooit meer tegenkomen. En ze gewoon lekker de tyfus krijgen. Of gewoon lekker geband worden dat ze iets aan het doen zijn. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Later.